Vroeger had je dan Sparendam woonde bij ons in de straat, ja, op de hoek. En eerste man in Nederland zelf, toch, geloof ik. Lammers woonde bij ons rechts naast. Van der Bogert woonde aan de overkant. Dus ik kom uit een voetbalmilieu, zeg maar. Doe mij nou een lol, want ik nou, een ongelooflijk leuk liedje heb altijd gevonden. Dit is dat Hilversum 3. Wil je dat voor mij nog even een paar regels zingen? Dat kan mezelf niet begeleiden. Maar doe zo raar. Nee, dat kan ik. Ik ben geen pianist, zeg. Daar heb ik een man voor. Wat? Die dat speelt. Wat? Die speelt die noten. Ik zing dat daar. En weet je wat ik ga zeggen? Ik ga het ook niet doen. Je gaat het ook niet doen? Nee, natuurlijk niet. Nee, je persoon niet. Ik ben gek, zeg. Ik ga daar niet zomaar... Dat doe ik niet. Nee, dat is een vak. Dat is een bepaalde... het gaat dan lijken op een jukebox. Ja, dat moet je niet doen. Hij duwt er een flikkert er een kwartje in. En dan gaat Van Veen zingen. Nee. Dat doet hij dus niet. Je had het net over kaal. Word je steeds kaler? Nee. Niet? Nee. Dit is het ongeveer? Dit is met 25 jaar heb ik dit bereikt. Oh, dus nu... het gaat niet de kant van Kees Jansma op, zou ik maar zeggen. Nee, je eet ook hele andere dingen dan ik, volgens mij. Ja? Het heeft met voeding te maken. Dus Kees eet de verkeerde dingen? Volgens mij wel, ja. je bent echt zo, hoor. Dat vind ik wel... Dat vind je wel verbijsterend, hè, waarschijnlijk? Nou, niet verbijsterend, maar nee. dat vind ik wel heel leuk. Omdat je dus als kijker heb je vaak het gevoel, die man... Speelt een rol. Nou, niet hij speelt een rol, maar die man die veegt zich zo bij elkaar. Maar je bent ook voor en na die uitzending zo.